Waar zijn jullie mee bezig? Vraag dan maar naar haar. Ja, vraag dat aan haar. Zij begon. Ze is echt gek hoor. Ze viel me ineens aan. Sorry? Wat is hier aan de hand? Bitchfight. Oké, kom jij maar even mee naar binnen dan. Wil jij alsjeblieft weggaan? Je weet helemaal niet wat er is gebeurd en je trekt meteen jij je conclusie. Jij blijft uit haar buurt en ook uit die van mij. Ik wil niets meer met jou te maken hebben. Oké, leg uit. Wat is er? Ik ben aangevallen door Nina. Kijk dan wat ze met mijn bondje heeft gedaan. Ik schrok me echt helemaal dood. Is het gewoon niet normaal? Nou, ze was kennelijk erg boos op je. Nou, dat is toch geen reden om me aan te vallen? Nee, dat zeg ik ook niet. Nou, wat zeg je dan wel? Het is niet makkelijk voor Nina, hè? Zij en Nout waren hartstikke verliefd en opeens weet hij dat allemaal niet meer. Ja, maar daar meer. Kan dat je toch allemaal niks aan doen? Nee, daar kan je ook niks aan doen, lieverd. Maar jij en Nout zijn nu hartstikke bevriend. En... doe, ik verwijt je niks, maar dat is verklaarbaar. Nou, weet je, zo klinkt het anders wel. Ik zeg alleen maar dat het... dat is misschien verklaard waarom Nina zo kwaad op je is. Wat is er? Ik moet even wat eten, geloof ik. Nout. Is ze weg? Ja. Ja. Wat is er nou precies gebeurd? Nou, dat heb ik toch gezegd? Ze viel me ineens aan. Zomaar? Ja. Oké, okay. We hadden een woordenwisseling. Maar dat geeft er nog geen reden om het te slaan, hoor. Een woordenwisseling? Ja, Nina die kan het blijkbaar niet uitstaan dat ik hier kom wonen. Wat zit je me nou beschuldigend aan te kijken? Daar kan ik niks aan doen. Ik ga mijn spullen uitpakken.